We leven in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen. Economische problemen, klimaatverandering, vergrijzing, de verzorgingsstaat die onder druk staat. En dat leidt tot onzekerheden. Dat leidt ook tot allerlei ingewikkelde, complexe en onvoorspelbare veranderingen. We zien vanuit ons werk dat gemeenteambtenaren dat vaak ervaren als chaos. Wat moeten we hiermee aan? Hoe geven we antwoord op al die grote maatschappelijke uitdagingen en houden tegelijkertijd op de korte termijn de boel bij elkaar en overeind? Tegelijkertijd is er een hele andere wereld gaande daarbuiten, die van maatschappelijke initiatieven, maatschappelijk ondernemerschap. Waar we zien dat allerlei burgers, collectieven, ondernemers, maar ook ambtenaren met elkaar lokaal aan oplossingen werken. Aan energiecoöperaties, aan voedseltuinen, aan alternatieve munten. En dat soort maatschappelijke initiatieven, en die noemen we vaak experimenten, die vormen de kiemen van de oplossing. Niet de totaaloplossing, maar ze kunnen daar wel aan bij gaan dragen. Vanuit transitieperspectief proberen we te begrijpen hoe die twee werelden zich tot elkaar verhouden. En we zien dus aan de ene kant in toenemende mate dat de oude vanzelfsprekendheden, routines, structuren onder druk staan. En tegelijkertijd zien we allerlei nieuwe experimenten zich doorontwikkelen en eigenlijk de kiemen, de basis vormen voor een nieuw soort cultuur, structuren en manier van denken. In deze OMOOC leren we u die buitenwereld kennen. We nemen u mee en laten u zien wat de waarden van dat soort maatschappelijke initiatieven zijn, hoe u ze kunt herkennen, maar vooral ook hoe u er onderdeel van kunt worden en hoe u uw rol kunt pakken als ondernemende beleidsambtenaar die samen met dit soort maatschappelijke initiatieven werkt aan een duurzame toekomst. Niet zozeer om ze op te zetten, maar wel om de verbindingspersoon te worden tussen die oude en die nieuwe wereld, tussen die binnenwereld en die buitenwereld. En eigenlijk op die manier mee te helpen bouwen aan een duurzame toekomst. U gaat leren de waarde van maatschappelijke initiatieven te herkennen. U gaat ook leren hoe het spel te spelen om te schakelen tussen die buitenwereld en uw eigen binnenwereld, het politieke spel. En dat zijn precies het soort onderwerpen dat in deze OMOOC langs gaat komen en waar we u mee op pad gaan sturen. Ik wens u heel veel plezier, maar ook heel veel inzicht.